En nu ga ik mijn make-up eraf halen en ga ik slapen en... Goedemorgen, ik word net wakker in Oostenrijk. En ik heb echt dikke ogen. Ik ben ook echt een beetje ziek wakker geworden. Maar wat is het leuk om wakker te worden in de sneeuw. Mooi. Love it. Oké, ik ga naar binnen. Ik ga lekker onder de douche springen. Joris even skibroek halen. Want daar hadden we niet aan gedacht voordat we weggingen. Ik word gebeld. Waar is mijn telefoon? Hier. Hey. Er waren niet echt mooie skibroeken. Goed, ik zie er echt belabberd uit. Mijn ogen zijn wat dik en rood. Ik ga lekker onder de douche springen en dan is Joris weer terug. En dan ben ik klaar. Ik kom net uit de douche en nu ga ik me klaarmaken. Ik vind dat moeilijk op wintersport van in hoeverre ga je jezelf opmaken. Want de zon schijnt ook niet super erg. Dus het is niet dat ik bruin ga worden. Alleen, ja... Het is ook weer niet echt nodig om helemaal als een helemaal gefleekt de piste op te gaan. Ik smeer crème in mijn oog. Auw. Prikt. Klaargemaakt. Ik heb deze joggingbroek aan. Lelijke sneeuwschoenen. Thermo shirt en thermobroek en mijn jas. Ik ga eventjes naar die winkel toe. Want ik denk echt dat het niet goed gaat. Yo, ik bel naar Jor en die zegt dat hij er al bijna is. Dus ik ben benieuwd of het enigszins een oké skibroek is. Uiteindelijk is alles goed gekomen met de kleding. Ik snap en filmen. Nou, en, maar ja, die broek is nog een heel klein beetje te groot. En Jorn en ik hebben dezelfde. Die van hem is kleiner dan die van mij. We hebben allebei een vrouwenbroek. En ik heb een nieuw mutsje gekocht. Fully Moncler. Kwal. We hebben de skietjes gehuurd en nu gaan we in de lift naar boven. Wow. En ja, we zijn net in de skipist gegaan. We gaan nu naar boven. Ja. Ik word nu wakker. Ik ga nu douchen. Ik ga nu eten. Ik ga nu slapen. Doei. Dank jullie wel dat jullie hebben gekeken. Nou, we zijn helemaal naar boven gegaan met de lift. Het duurde echt lang. En nu zitten we echt... Ik ga zo meteen douchen. Ik ga uit eten. Dan ga ik ontbijten. En dan ga ik weer naar huis. Dan is mijn vlog. Dank jullie wel voor het kijken. Doei. En vergeet niet te abonneren. En duimpjes omhoog. Maar wat ik wilde zeggen... Oh ja, toen kwamen we hier, maar we wisten helemaal niet dat er pistes hier waren. En toen was het alleen fucking stijl. Dus nu ga ik even kijken of ik met zo'n klein liftje eerst omhoog kan. Yep. Want ik durfde niet. Vorige keer had ik nog les. Is het eigenlijk op vakantie? Mijn vakantie. Het is jouw vakantie. Ik ben jarig. Jij bent jarig, jij bent mijn gelijk. Niet huilen, lieve. Ik kan gewoon lekker van het paal zitten. Met een kinderlift. Toch? Ja. En nu gaan we even wat eten, want we hebben nog niet gegeten en ik sterf bijna. Nee. Doei. En ja. Het is wel jammer dat de zon niet schijnt, maar dat is goed. Het gaat morgen wel schijnen. Het is nu een beetje mistig. Vind je het raar om te vloggen als je met die mensen in de lift zit? Ja. Zo, hoi. Ja. Zelfs wat jij gisteren zei van Snapchat in Amerika. In Amerika doen mensen echt, zeg maar, artiesten. Die snapchatten daar gewoon als ze in een winkel iets gaan kopen. Snapchatten gewoon degene die het afrekent en zo. Dat is best wel awkward. Awkward. Want ik vind het, zeg maar, al raar als ik ergens het openbaar ga vloggen. Zeg maar, nu schaam ik wel een beetje voor die mensen die achter me zitten. Awkward. Awkward. Kijk. Heb je huisje ingekomen? Ja. Yes. Hele blokken. Ik was echt nog van een babyberg af aan het gaan en toen was Jor ineens al de piste op met de andere lift, dus nu wacht ik hier. Maar op zich heb je best wel snel weer de smaak te pakken, dat is wel grappig. Oh, ik heb bloed fucking heet. Ik schaam me hier met mijn camera op de piste. We zitten nu in de ski. En dat waren mijn stokjes. En het is echt mooi, de zon begint ook een beetje te schijnen. I love it. Als ik allemaal van die kleine mannetjes zie, speelde je dat vroeger ook Zoo Tycoon? Hè? Zoo Tycoon. Wat is dat? Een spelletje op de computer. Oh ja. En je had ook Rollercoaster Tycoon, dat je zo'n pretpark. En dan zag je al die mannetjes bewegen. Dat vind ik ook een beetje met dit, dat je allemaal van die kleine mensjes op de piste ziet. Waar is je bril? Hier. Nou, stop!
we gingen super leuk skiën en toen dachten we, oké, nu kunnen we wel van de rode piste af. Het is niet zo heavy hier. En dan ga je eerst zo'n stukje en dat was echt helemaal niet zo heftig. En toen kwamen we ineens boven aan de berg en dan kon je zeg maar, meestal kon je nog kiezen van je neemt of een makkelijker paadje of je neemt de steile. En toen kwamen we echt bij een fucking stel stuk. Het was ja, ja, we moeten wel altijd vanaf. Toen gingen we dat doen en toen lukte het. En toen heeft Joris twee benen gebroken, dus die liggen nu in het ziekenhuis. Ik ga er straks even naartoe. En daarna ga ik ontbijten en dan ga ik gewoon slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Oké, oh ja, en toen kwamen we terug. En toen hadden ze het bed zo lief opgemaakt. Kijk, met hartjes. Dit is zo cute. En nu ga ik even alle verf van mijn gezicht halen. Nee, je hebt helemaal, je bent super mooi. En dan gaan we lekker naar de spa. Ready to go to the spa. Oh, de sauna is zo chill. Echt niet oké. Tenminste, heel dat spa gedeelte. En ik dank. Ik was in slaap gevallen en ik was super suf. Ik dacht, ik ga het jullie ook eventjes laten zien. Hier kom je zo binnen. Dan heb je een groot zwembad. Dan heb je hier een sauna gedeelte waar je je kleren uit moet trekken. En dan heb je zo dit. En dan heb je daar links heb je twee sauna's en een hammam. Hier heb je een plek waar kinderen niet mogen komen. Super chill, zonnebank hierin. En dit is zo nice. Hier heb je een gedeelte dat je zeg maar naar buiten kan. Ik ga er nu niet heen, want het is fucking koud. En dat heb je hier ook. En dan heb je hier nog een groot zwembad, maar dat is een super koud zwembad. Die ik net liet zien is een stoombad. Maar dit is echt super koud. En straks ga ik jullie het andere gedeelte laten zien. En daar hebben we straks een massage. En dit is het andere gedeelte. En het is mooi. Net terug van de massage. Het was zo fijn. Het is nu 8 uur. En we gaan kaas fondue vanavond. En dat vind ik zo lekker. Dus ik ben helemaal blij. Klaar om te eten. Lekker kaas van de jongen. Ik heb lekker gegeten. Nou, echt serieus lekker gegeten. Want gisteren gingen we sushi eten, maar dat was niet zo heel lekker of zo. Dat moet je ook gewoon niet doen in het skigebied. Maar ik had ook niet echt zin in schnitzel en dat soort gedoe. Dus nu hadden we lekker kaas van nu. En dat vind ik sowieso super chill. Dus dat was echt lekker. En nu gaan we. We hebben gisteravond hebben we de Maze Runner gekeken. En nu gaan we de tweede deel kijken. En nu ga ik mijn make-up eraf halen en ga ik slapen. En volgende dag zie ik jullie weer. Vergeet niet te abonneren. Duimpjes omhoog. Ja! En ja, dat gaan we doen. En morgen gaan we terug naar huis vliegen. Dus gaan we super vroeg opstaan. En dan gaan we nog even chillen in het zwembad. En daarna skiën nog eventjes. En dan richting huis. Dus ja, ik zie jullie morgen weer. En bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Ja, allemaal abonneren! Godverdomme! Er wordt er een gek. Oké, doei! Abonneer!